is vandaag dinsdag en tijd voor een nieuwe weekvlog. Woe! Zoals je in het vorige beeld kon zien, is dat ik lekker een kopje koffie had gehaald bij een heel leuk tentje. Ik ben nu bezig op mijn laptop en ik wil zeg maar muziek op mijn iPhone zetten. En dat is nog wel een werkje zo te zien. Dus dat ga ik nu even uitvogelen. En ik heb alle muziek gedownload die ik op mijn telefoon wil hebben. En dat is best wel veel. En dat ga ik nu kijken hoe ik dat ga doen. Dus veel kijkplezier met deze weekvlog. Nou, zoals je kan zien lig ik nu in bed. Ik heb mijn huiswerk af en ik heb mijn telefoon helemaal geüpdate. Zeg maar met nieuwe nummers. Kijk. Alleen maar leuke nummertjes heb ik weer ingezet. Op DNCA, Body Moves, Toothbrush, en Eugene, en Sean, en Teska, en Be Brave, en Charlie Putt, Dua Lipa, en That's My Girl van Fifth Harmony. Superleuke nummers. Het is nu rond 11:15. En ik ga lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Doei! Oh, let's you have peace. Let us sing. Let us sing your hearts and sing. From the day that I met you, I start feeling afraid. From the day that I met you, I start feeling afraid. Your heart is up and say, and I know that you are with me, and I know that you. Je moet denken dat aan de overkant van een groot grasveld je beste vriend of vriendin staat die je heel erg hebt gezien, zo hard moet je schreeuwen. Oké? Wat denk je, heren? Oh, yeah! Jongens, we staan in de avond. Knap, leuk. Oké, nou weten we dat ook ergens. En gaan we gaan. 7 Days Jongeren Award gewonnen. Met wat? Nou, ik maak dus YouTube-filmpjes. En ja, eigenlijk dat. En ik doe heel veel op social media. Maar ik maak vooral filmpjes over beauty en dat soort dingen. Je bent ook echt een beauty. Supermooi, oké. En waar kunnen wij jou volgen? Ik weet dat namelijk niet. Ik ben er echt een leek in. Nou ja, op YouTube heet ik Beautiness. Beautiness en op Instagram? Oh, we moeten even iets naar voren. Ik krijg even een sign dat wij even iets naar voren moeten. Ja, daar ook. En daar is je ook Beautiness. Oké, okay, leuk. En heb je dan nog Twitter? Ja, ook. En daar heet je ook Beautiness. Ja. Wauw, dit is echt heel makkelijk. Eigenlijk zouden we gewoon allemaal gewoon één naam moeten hebben voor al die social media accounts. Ja, klopt. Ja, oké. Okay. Hey, en jij mag nu de winnaar bekendmaken. Maar nog even een tip voor als jullie gaan winnen. Wat gaan zij dit jaar meemaken als winnaar? Of winnares? Nou, je wordt sowieso geïnterviewd en dat is altijd wel heel erg leuk. Aan het begin vond ik dat wel spannend. Maar ja, het is altijd wel heel erg leuk om te doen. Dus ja, het is eigenlijk alleen maar leuk. Dit is niks stoms aan. Dus vooral heel veel interviews, foto's, met mensen kletsen. En dat enorme mooie award ding in beslag nemen. Ja, ik ben echt jaloers op jullie dat jullie die krijgen. Ik vind het ook echt wel mooi. Zeg het niet aan. Oké, cool. Nou, Robbel. Maak die envelop maar open. De winnaar is... Zien ben ik weer thuis. Wat ik vanavond heb gedaan is, ik ben naar het jongeren van het jaar event geweest in Amsterdam. Superleuk. Alleen mijn lens is een beetje vies. Dus die ga ik eerst even schoon.
maken. Daar ben ik er. Nee, ik was naar het Jongeren van een Jaar festival gegaan. Oké, nee. Zoals je kan zien ben ik weer thuis. Het was een superleuke dag. Ik heb heel weinig gevlogd. Het was ineens boom op het feest. Maar het is dus vandaag donderdag. En we hebben ook echt een hele leuke goodie bag gehad. Deze. Met 7 days. En die ga ik jullie nu laten zien. En ja, daar ga ik ook wat meer over vertellen. Over 7 days. Want misschien weet iemand niet wat 7 days betekent. En ja, dat ga ik nu gewoon aan jullie vertellen. Dus kijken jullie mee, de goodie bag. 7 days is eigenlijk een krant. Die komt iedere week volgens mij uit. Ik weet niet zeker. Maar er was dus een verkiezing van jongeren van het jaar. En dat heb je ook omdat kunnen zien in de vlog. Maar ik heb dus deze hele leuke tas gehad met 7 days erop. En wat het inhoudt, er zijn 7 jongeren genomineerd. En die hebben dan iets gedaan. Of die worden dan een keer in het zonnetje gezet. En waaronder Jeroen van Holland was dus genomineerd. En een foodblogger en een zwemster. En Joy was er ook. Die hebben jullie kunnen zien in de vlog. En Stijn Fransen. Wat we hebben gehad is 2 dingetjes. Echt best wel veel. Dit is trouwens echt een hele leuke goodie bag. Binnenkort gaan we ook video's opnemen met Ruby. Maar daar later meer over. Als eerste hebben we dus van Alessandra Peters hebben we dit boek gehad, De Jonge Foodie. En er staan echt alleen maar lekkere recepten in. Kijk, super tof. Dus die hebben we gehad en daar komt vanaf januari komt er iedere maand 1 video online uit dit boek. Dan hebben we als laatste ook nog een krant gekregen, maar die nog boven. En we hebben dit fantastische spel gehad. Autodrop, het doel, dwaze bordspel. En er zitten ook nog 3 autodrop dingen in. Dus echt super leuk. Dus dit was er allemaal wat er in de goodie bag zat. En dan ga ik nu lekker YouTube kijken, denk ik. Zondag, de laatste dag van het weekend. Joepie! Het is nu, even kijken. Het is nu 27 november. En het is nu 8:30. En ik heb vandaag heel weinig gevlogd. Het fragment hiervoor was ook nog van zondag. Maar van vandaag dus. Ik ben vandaag naar Primark geweest. Maar en wat heb ik me lopen irriteren in de Primark aan mensen. En gisteren heb ik niet gevlogd, omdat ik de hele dag op bed lag, of op de bank. Want ik was echt onwijs ziek. Ik voelde me echt gewoon niet lekker. Nu ook niet, maar toch had ik even de buitenlucht nodig. En ja, daarom ben ik ook echt wel blij dat ik weer voor de week los ben gegaan. Niet omdat ik elke dag mezelf wilde filmen, maar bijvoorbeeld nu een weekvlog. Is ook dat je dan bijvoorbeeld als je minder maakt gaat, dat je de vlog nog wel kan opleuken. En dat probeer ik wel te doen. Dan bijvoorbeeld nu met jongeren van een jaar. En ja, ik ga dus nu mijn huiswerk wel even maken. En ik moet deze teringbende hier, of sorry. Ik moet deze bende daar nog opruimen en zo. Dus ik ga nu heel snel even mijn huiswerk maken. Ik heb 2 dingetjes te doen. Ik moet een sollicitatiebrief schrijven voor Nederlands en foto's zoeken van vrouwen voor Griem. Voor de les van vandaag, want we hebben zeg maar categorieën. 2 weken geleden zijn we begonnen met Griem. Vorige week hebben we, 2 weken geleden hebben we kinderen onszelf moeten maken als kind. En vorige week moesten we ons doen als man. Nou, voor mij was het best wel makkelijk. Ik heb een foto, die staat op mijn Instagram.
En die, ja, moet je maar even kijken. Mijn Instagram is dit. En, of anders in de beschrijving. En, aanstaande maandag, dus voor mij morgen, voor jullie ook. Dan komt deze week online. Moeten we als vrouw gaan. En dan moeten we even voorbeelden gaan zoeken op internet. En dan ga ik dat nu even doen. En dan spreek ik jullie zo weer. Oké, ik ga dus nu lekker slapen. En deze weekvlog komt ook een einde. Ik bedank jullie voor het kijken. En doe die duimpje omhoog. Als je deze weekvlog leuk vond, vergeet niet te abonneren hieronder de video. En dan zie ik jullie volgende week maandag weer bij een nieuwe weekvlog. Dus tot volgende week. Bye.